Twee maanden geleden werd bekend dat de Groesbeekse clubs Germania, DVSG, de Treffers, Achilles en de Groesbeekse Boys gaan samenwerken om meisjesvoetbal in het dorp te stimuleren. Op dit moment kunnen meisjes vanaf 12 jaar niet in een volledig meidenelftal voetballen. Het doel van de samenwerking is om minimaal één Groesbeeks meisjesteam mee te laten doen aan de competitie. Hierin spelen dan meiden van verschillende clubs samen in één team. Maandagavond werd er een clinic georganiseerd voor geïnteresseerde meisjes en deze werd gegeven door ex-prof Kika van S en huidig prof Myrthe Morees. Ik vind het altijd heel mooi om mijn eigen ervaringen natuurlijk op de jeugd, op de toekomst over te brengen. Dus helemaal met het weertje lekker op veld bezig zijn en de meiden lekker te laten voetballen. Dat vind ik heel mooi om te doen. Ja, ik heel erg leuk. De meiden zijn super enthousiast en zijn ook maar best wel veel al gekomen. Dus super leuk om te doen. De speelsters balen ervan dat meisjes in Groesbeek niet in een volledig meidenteam kunnen spelen. Ze zijn dan ook positief over de samenwerking van de clubs. Eigenlijk wel jammer. Kijk, als je de ambitie hebt om profvoetballer te worden en je kan bij een jongensteam, dan moet je dat natuurlijk doen. Maar dat is natuurlijk ook een hele grote groep meiden die het gewoon leuk vindt en gezellig vindt om met meiden samen te voetballen. En dan is het jammer dat dat nog niet kan. Ja, bij mij was dat ook niet zo. Vroeger zat ik eigenlijk tot mijn 16e bij de jongens en waren er eigenlijk alleen damesteams. Dus had je vrouwen 1 of vrouwen 2, maar ja, waren er ook geen teams voor meiden. Dat is echt pas iets van de laatste jaren. Ja, ik ben super blij dat er in ieder geval nu kan en ik hoop dat in Groesbeek ook een beetje loskomt. Ja, dat probleem, je hoort natuurlijk wel steeds meer dat wat lastig is om ze echt allemaal bij elkaar te krijgen. Dus ik denk dat het goed is wat ze hier in Groesbeek voor elkaar willen krijgen, is dat ze alle clubs bij elkaar krijgen, zodat de meiden natuurlijk wat meer kans hebben om met vriendinnetjes samen te voetballen. Dat is denk ik het uitgangspunt waar het om gaat. Een van de initiatiefnemers vertelt waarom het project juist in Groesbeek broodnodig was. Voor elk meisje willen wij een zo optimaal mogelijke omgeving aanbieden, een klimaat aanbieden waarin zij als voetballer zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ook sociaal en emotioneel gezien natuurlijk is dat een wat andere omgeving dan dat ze gewend zijn bij hun club. Maar we denken, zeg maar vanaf een jaar of 12, 13, als ze ook soms echt in een meisteam willen gaan voetballen, dat gewoon de beste optie is voor zeg maar, het dorp Groesbeek. Want ja, het dorp is gewoon veel te klein om op 5 verschillende plekken met meisjesteams te gaan starten. Daar zijn gewoon niet voldoende meisjes voor. Dus aan de ene kant willen wij meiden bundelen om ze toch zo goed mogelijk op hun eigen niveau te laten spelen in een team. En aan de andere kant willen we proberen om dat aantal te laten groeien. We willen dat het een goede uitstraling heeft, dat het nog meer meisjes motiveert om te gaan sporten en wat ons betreft dan om te gaan voetballen. En wat betreft het doel van de samenwerking? Wij hebben goede hoop. Wij hebben goede hoop. Als je ziet hoeveel meiden er nu al op deze avond zijn afgekomen, dan hebben wij in ieder geval goede hoop dat we vanaf 12, 13 jaar volgend jaar toch wel minimaal één meidenteam in het samenwerkingsverband kunnen laten uitkomen in een KNVB-competitie. Ja.